Goedemiddag, Dick. Ik kwam net al te sprake. Stunt van Spakenburg. Vandaag getraind. Wordt er dan veel onderling al over gesproken? Over die stunt, dat dat mogelijk wellicht ook een inspiratie is voor morgenavond? Nee, dat heb ik niet. Maar ik ben ook vandaag niet zoveel in onze, zo heet dat, kantine geweest. Ik kan het geen andere naam geven, hoor. Nee, inderdaad. Maar goed, de spelers onderling, die zullen het ongetwijfeld wel daarover gesproken hebben. PSV uit is gewoon heerlijk om daar te spelen. Tegen zo'n grote club. Dat is voor ADO, zoals in de situatie waarin wij nu zijn, is het toch heerlijk om daar te voetballen. Ja, en dat wordt moeilijk, dat weten we ook. Maar je hebt toch niks te verliezen. Je gaf net dat voorbeeld ten aanzien van Peter Bos afgelopen maandag bij Wild Genee, bij Veronica Offside. Toen had je het er ook over. Van, dat heb je geleerd van Michels blijkbaar. Je moet je nooit in je eigen vingers snijden. Zou je wellicht morgenavond, omdat je niet je sterkste opstelling gaat brengen, in het verloop van de wedstrijd erachter kunnen komen van, ja, had ik dat toch maar gekozen voor die anderen? Nee, omdat ik voor mezelf weet waar de belangen liggen. Ik bedoel, nogmaals 5 wedstrijden in 15 dagen, dat is wel ontzettend veel. De fysieke belasting, daar had je het begin al over, 5 wedstrijden in 15 dagen. Hoe ga je daarmee om? En met je technische staf en met je medische staf? Ja, nou, we hebben wat dat betreft een uitstekende staf. Qua medische staf, qua technische mensen die eromheen lopen. Dat werkt prima, dus we weten precies tot ver we kunnen gaan. De data zijn voorhanden om iemand eruit te halen als het te veel wordt. Dus vroeger deed je het met je ogen, nu doe je het met cijfers. Laatste vraag, even ten aanzien van de bezetting in het veld. Tegen Go Ahead keepte gewoon Sonny Stevens. Is het denkbaar dat je toch Luc Koopmans brengt? Stevens keept. Geen moment overwogen? Nee.